Daar gaan ze hoor, jongens. Heel veel containers. Holy shit. Nu is die klaar. Ja. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is maandag en Jorre en ik zijn al heel vroeg bezig met stickeren. En, oh wacht, dit ga ik jullie zo niet kunnen laten zien. En containers inladen, want aankomende woensdag wordt alles verzonden. Ah, oké, spannend. En dan ligt het zaterdag bij jullie op de mat. Als jullie deze weekvlog zien, dan hebben jullie, de meeste van jullie, de boeken ontvangen. Het kan zijn dat je hem wat later krijgt of misschien al wat eerder hebt gehad door de post zelf, maar... in principe komt hij bij de meeste mensen op aanstaande zaterdag. Heel spannend moment voor ons. En het is nu zaak om de laatste boeken te gaan stickeren en op de container te laden. En dan komt er vandaag nog een lading tweede drukboeken. Die komt nu pas aan. Die heeft wat vertraging gehad. Echt op het nippertje allemaal weer. En daarvan moeten we dan nog een deel signeren en heel veel inpakken. En stickeren, labelen, opladen. Dus het wordt vandaag een hele klus. Ondertussen ook nog een video opnemen. Eerlijk gezegd heb ik echt behoorlijke stress. Maar nou ja, goed. Het gaat vast allemaal lukken. Maar het wordt wel even doorwerken. Dus ik ga hier zitten stickeren. Hier ben ik bezig. Dit is mijn hoekje. Ik ben alle doosjes van het voorzien van de Retour Willentien sticker. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En Jurre staat hier achter de containers. Hij schat. En die is de containers aan het sealen. Oh, sorry jongens. Dit is nu alweer een mega hectische vlog. Maar er zijn zojuist 2000 boeken geleverd. En die hebben we net allemaal naar binnen staan sjouwen. Het is dus de tweede druk. Tada, tada, tada. En daarvan gaan we nu het grootste deel ook alweer verzenden. Maar eerst signeren. Dit zijn de stapels die we tot nu toe hebben gedaan. En we moeten nu nog echt heel veel dozen en inpakken. Maar we hebben eerst een belafspraak nog met een klant voor een samenwerking. Dus nog 2 dagen. Mijn haar trekt het ook niet. Nog 2 dagen jongens. En dan moet het allemaal op de container zitten. Wish me luck. Wow, bezig met de tweede druk dus. Jeetje, en allemaal nog gestapeld en gesigneerd en weet ik van me wat. En hier ligt al nog een hele... We komen om in de boeken, man. Ik ga er gewoon bijna dood. En... Echt, je verzuipt er nog net niet in. Maar wel heel leuk om dit allemaal te zien liggen. Jullie hebben het gewoon allemaal besteld. Hoe vet is dit gewoon? Het is gewoon zo vet. En weet je, het is ook, we hebben ook wel veel pech. Allemaal kleine dingetjes waarmee we jullie niet zullen belasten. Maar we hebben wel wat tegenslagen in het verzenden en het drukken en zo. En dan, ik ben straks zo blij als het gewoon weg is. Dat het gewoon erop zit, weet je wel. En dat het gewoon bij jullie... Ja, jij denkt dat het erop zit, maar er komen elke dag nog echt heel veel orders binnen, hoor. Ja, dit is puur de eerste bubs die eruit gaat, maar het gaat gewoon door. Ik zei toch, dat wij 90 zijn, dan gaat dit gewoon ons achtervolgen. Dat er, als we 90 zijn, moeten we nog belasting betalen over 1 boekie. Wat dan gekocht is. En we staan vandaag in de metro, jongens. We staan vandaag in de metro met een superleuk interview. Misschien kunnen we... Lekker. We kunnen de link misschien wel even in de videobeschrijving zetten. Want dan kun je hem digitaal nog lezen als je het gemist hebt. Wel echt superleuk. En we kennen deze journalist toch uit het verleden van Live Life Gorgeous, hè? Toen heeft ze een dagje meegedraaid. Dus heel leuk dat je dan... Ja, dat je elkaar dan zo weer treft of zo nog, hè? Echt super tof. Maar we gaan eerst maar eens eventjes weg zien te werken. Yes. Die komen de woensdag weggaan. Het is echt bizar veel, jongens. Ook. Oh, joh. Hey, Jorre heeft een metro meegenomen. Oh, wat leuk. Even kijken. Kijk. Daar staan we hoor, Willentien. Op de voorpagina. Oh. Hoe vet. Kijk nou op pagina 6. Hoe gaaf dit. Inmiddels is het 6 uur. Tien is net naar huis. En ik ga beginnen met koken. Ik maak lekkere curry. En Jura... Oh, wat een licht hier. Jura die had de kindjes van de crash. Vanavond gaat hij... wel weg, dan is hij 2 nachten offshore en dan is hij weer thuis. Ik zal wel eventjes nog de eettafel afruimen, want daar hebben we vandaag aan gewerkt, al die boeken ingepakt. Ik ben zo blij dat het erop zit, jongens. Jongens, mama heeft een nieuw kleed voor op de vloer. Oké, hij ligt nog niet goed, want de kinderen zitten op de bank samen met Jurre, maar dit is het kleed. Ik vind hem volgens mij wel mooi. Maar morgen bij daglicht vooral even kijken. En dus als de kleed even goed ligt, want het is nu een beetje slordig. Goedemorgen. Het was weer 5:30 vanochtend. Hé,
we zitten in de auto en we gaan even gezellig met z'n allen naar het tuincentrum. Met z'n allen, dat zijn ik, Jelle en Gijs, mijn squad. Off we go. Een wagen vol geladen voor mijn twee kindjes. Yes, jongens, daar gaan we. Ja. Eens even wat plantjes zoeken. Serieus, nog een hele worsteling om wat te vinden. Nee. Ja. Dit vind ik wel een heel leuk setje. Kijk. En dan op zo'n zwarte plantenstandaard met een witte krakkeleetpot. En dan deze. Dit is een... Even kijken wat het is. Het is een Cattleya. Ik ben benieuwd. Met mijn groene vingers. Not. Oké, dit wordt hem. Het zijn blijkbaar twee Cattleya's. Geen idee hoe het kan dat ze er totaal verschillend uitzien en dezelfde naam hebben. Maar leuk is het wel. Nou, ik kan nou niet echt zeggen dat dit toch een succes was. Het was een succes totdat we bij de vissen weggingen en daarna was het eigenlijk een drama. Snel naar huis. Ik ben wel geslaagd, maar ik heb niet alles gekocht wat ik wilde hebben. Ja, jongens, we gaan naar huis. We zijn weer thuis en we hebben net lekker tosjes gegeten en de jongens liggen nu in bed. Ze waren echt back af omdat ze allebei... Nee, Jelle was om 4:30 wakker en Gijs was om 5:30 wakker. En ik was dus ook om 4:30 wakker. Ik ben zelf ook heel erg moe, dus ik ga zo slapen. Maar eerst eventjes mijn plantjes opruimen. En voor je dat je afvraagt, die jongens zijn zo vroeg wakker omdat het wintertijd is geworden. En ze moeten nog een beetje wennen, geloof ik, aan het nieuwe ritme. En ik hoop dat het snel over is, want ik ben echt kapot. Die planten. En de eerste is deze. Ik vind deze echt super leuk. Het is een Cattleya orbivorio. Orbivoria. Orbivorio. Een Cattleya orbifolia. Yes. En hij staat op een leuk plantenstandaardje van het merk Ascot. Oh nee, van het merk Mika. En het is de plantenstandaard Ascot. Haha. En de pot is een beetje crème-witte krakkeleepot. Die was gewoon van het huismerk van het tuincentrum. En het tuincentrum was verder geen groot centrum of zo. Het was gewoon een particulier tuincentrum. Dus daar hebben jullie helaas niet veel aan. Maar als je in de omgeving van Groningen woont, dan moet je even naar het tuincentrum van Rode gaan. Want daar was dit. En nummer 2 staat hier bij het raam. Plantenstandaard en de pot zijn hetzelfde, alleen dan een maatje kleiner. En dit is ook een Cattleya. Alleen dan, kijk hoe vet. Met allemaal mooie stippen erop. Ik vond deze wel heel vet. Ook dit is weer een Cattleya. Maar dus weer een ander type. Je hebt blijkbaar heel veel verschillende soorten Cattleya's. Maar naast elkaar op de grond is misschien ook wel leuk, hè? Ik vind het alleen zo in de hoeken bij de televisie. Ja, die draden moeten we nog eventjes wegwerken. Dat het dan misschien een beetje... Ja, ik weet niet. Dat het nog niet heel lekker staat. Hier staat trouwens een kist met boekjes. Die moet ik even opruimen. Kunnen jullie gelijk even de nieuwe zithoek zien? Hoe gezellig dat is geworden met dat kleed. Daar ben ik wel heel blij mee. Er komt straks daar nog een ronde salontafel. Die muur, ik vind dit nog een beetje kaal. Daar moet nog wel wat aan gebeuren. Sowieso die draden even wegwerken natuurlijk. Maar als straks die salontafel hier staat, dan vallen die plantjes denk ik wel een beetje weg. Dus dan krijgen ze denk ik weer een nieuw plekje. Maar voor nu vind ik ze hier wel leuk staan. Maar één plantje hier in het raam vond ik ook wel gezellig. Dus dat ga ik nog even bekijken. En dan is het volgende project is om planten hiervoor te vinden. Het moeten planten worden die redelijk donker mogen staan. Want dit is een relatief donkere hoek. Je hebt van die grote langwerpige plantenbakken. Van die, ja echt, niet zeg maar van die losse plantenstandaarden. Maar waar we wat meer in kunnen. En dat vind ik wel heel tof voor hier. Dan wat breder en dan daar veel planten in. Dat lijkt me wel heel tof. Maar de zoektocht... Daar naartoe gaat nog eventjes duren. Want ik had wel een hele mooie plantenbak gezien van Firm Living. Maar die vond ik echt best wel duur om te kopen nu. Dus ik ga even kijken of er nog een budget alternatief is. Ach, als ik dan naar het hoekje kijk word ik echt helemaal vrolijk. Kijk nou hoe leuk dit staat. Ik heb de smaak echt te pakken hoor. Ik wil echt meer planten. Nu nog in leven houden. Dat is me in het verleden niet echt goed gelukt. Yes, ik ben blij. Ik heb net op Weekamp de perfecte plantenbak gevonden. Hij is... Een lookalike van de Firm Living plantenbak. Die ik super mooi vond. Maar A, heel duur. €189. En ook wat aan de kleine kant. 60x65. En deze heeft, is hetzelfde. Alleen dan nog een verdiepingje ertussen. En is 85x80. Dus net iets groter. Wat best wel goed uitkomt voor in die hoek daar. Dus ik heb hem gevonden. Yes. Die ga ik bestellen.
Ik heb net via Instagram een geniale app getipt gekregen van een paar volgers. En die heet Plantsum. Niet gesponsord dit. Maar in deze app kun je je planten opzoeken en invoeren. Je voert ook in waar ze staan, hoeveel zonlicht ze krijgen, hoe groot ze zijn. En je krijgt dan, wanneer ze water nodig hebben, een melding met op je telefoon wanneer ze water moeten hebben. En zelfs hoeveel. Dit is toch geniaal. Nou, hiermee moeten deze twee vriendinnen het toch wel overleven, jongens. Oh, geniaal. En ik ontdek net ook dat ze een website hebben waarbij je allemaal planten kunt vinden. Kijk, je kan op de homepage, wederom mijn jongens, Snowspond dit. Gewoon echt puur oprecht enthousiast. Kijk, in welke kamer je wil zetten. Veel of weinig licht kan je dan selecteren. Of ze makkelijk zijn, of huisdiervriendelijk, lucht, zuiverend, whatever. Dan krijg je een hele selectie met allemaal planten. En dan kan je ook hier dus, kijk, dan hebben ze een plaatje van een bank. Je ziet hoe groot die ongeveer is. En je kan er een bloempot erbij zoeken. En ze hebben verder ook hier plantenstandaarden. Alles wat ik eigenlijk zocht. Oh, wat leuk. Oh, wat handig dit. Oh, love it. Kijk, en dan kan je dus ook van plantenbakjes wisselen. Is toch leuk? Kijk nou. Ik ga echt helemaal los. Tip voor als je kind in de zandbak wil spelen, maar het is echt veel te slecht weer. Wat droge pulvruchten of rijst of couscous of wat dan ook in een kommetje. En dan kunnen daar de trekkers in. Dan kan hij toch nog laden, hè Jelle? Kijk, ga maar hier inrijden. Nou, oké, weet je wat? Mama zaagt het zo wel weer op. Het is droog spul. Zo, goed zeg, trekker. Jeetje, dit is mooi, Jelle. En ik ben ondertussen cupcakes aan het maken. Ik had eigenlijk het leuke idee dat Gijs en Jelle me gingen helpen, maar Gijs slaapt opeens heel erg lang en Jelle heeft geen zin in, dus... All by myself. Zo, de cupcakes kunnen de oven in. Kijk Jelle, cakejes, gaan we ze bakken. Zullen we ze in de oven doen? Ja. Oké, wat ben je aan het doen? Ja. Oh, ik zie het al een mooie bult. Ja. Wauw. Heeft de trekker mooi gedaan? Ja. Dit zijn toch wel gelukkige middagen, jongens. Cupcakejes bakken, kind die lekker slaapt, ander kind die heel zoet aan het spelen is. Perfect. Nu die keuken eventjes opruimen en wachten tot cupcakejes klaar zijn. Ik word nog eens een keer een hele creatieve moeder. We gaan cakejes versieren zometeen, jongens. Met de lettertjes van de Albert Heijn, de uitsteekvormpjes. Goed zo. Goed zo, en nu de andere kant op. Wacht even hoor. Kijk. Nu is die klaar. Ja, wacht even hoor. We moeten even warm maken tussen de handen. Heel goed. Dit is gezellig. Heel goed. Ja, goed gedaan. Heel knap. Dit was een bakmix van de Hema, inclusief fondant. Echt super lekker, joh. Echt top cupcakejes. En we gaan ze nu versieren. Jelle heeft met fondant alles uitgestempeld. Heb ik heel dun uitgerold. Dan gaan we dat nu opplakken. Tadaa. Echt super leuk om dit gedaan te hebben. Dat peutermoederleven, jongens, dat bevalt me toch zo ontzettend goed. Het is echt heerlijk. Ik heb vanmiddag lekker gezellig bij de buurvrouw cakejes uitgedeeld met Jelle en Gijs. En lekker theegedronken met een paar buurvrouwen. En nu ben ik aan het koken. Ik had gelukkig een restje. Altijd heel fijn op dagen dat Jelle er niet is. Om of bij iemand anders te eten, bijvoorbeeld mijn moeder. Of restjes te eten, of iets heel simpels als poffertjes of afbakpizza uit de diepvries. Maar vanavond is het dus een klietje van vorige keer. Ja, en ik had nog even wat stress, want de containers, er zouden nog 2 containers geleverd moeten worden. Om morgen alle boeken op te kunnen inpakken. Want morgen gaat de verzending de deur uit, maar die zijn niet gekomen, al 2 dagen niet. Dus ik baal ontzettend, maar ze hebben beloofd dat er nu morgenochtend tussen 9 en 11 de 2 laatste containers komen. Om 2 uur wordt het opgehaald, dus dat moet lukken. Dus als dat zo is, it's all good. Meisje die ligt in bed en ik ga de Sarah bestelling uitpakken. Kelly die is nog even op, die vermaakt ze prima. Die jongens moesten nodig, die jongens die als ze hebben. Dit is een geworden voor Jelle. Ook een geel. Ik heb de maat 3 tot 4 jaar gedaan. Ik denk dat hij wel op een grote kant is. Maar goed, anders is hij er heel snel uit. En dan moeten nu natuurlijk nog wel heel wat maanden mee. Deze is van Gijs. Die heb ik wel van 18 tot 24 maanden. Want hij wordt pas in januari 2. Dus dat moet ik wel gaan. Een leuke jeans voor Jelle.
allemaal maar 3 tot 4 jaar, jongens. Heftig. Het is nog wel wat te lang voor, maar de pijpjes kan je goed omslaan. Uiteraard alles noodspoor, maar goed. Eigenlijk start morgen dat iedereen het er altijd bij zegt, want het is gewoon heel makkelijk. Het is alleen spoel als je het er wel bij zet. Maar goed, op de een of andere manier zeg je het wel vaak. Whatever. Ook een joggingbroekje voor hem in grijs. Gewoon lekker voor je binnen thuis. Een beetje op zondag of voor naar de crash. Want dat is makkelijk om naar de wc te gaan. Hetzelfde geldt voor deze. Hij had eigenlijk heel weinig van dit soort broekjes. Maar het is best wel, lijkt me best wel lekker voor hem. Deze vond ik ook wel heel tof met die potloodjes erop. Ja. En dan... nog een trui. Deze is ook voor Jelle. In het grijs. En er zit dan een leuk vakje op met Good Morning erin. En die kan je er ook in stoppen als je wil. Maar ik vind hem eruit wel leuk. Cute, hè? Lekker warm. En voor Gijs een wit met zwarte strepen trui. Dus de jongens, die zijn weer voorzien van leuke kleertjes. Ik lig lekker in bed. Helemaal in een thema. Panter. En ik ben nog even aan het lezen. Momenteel lees ik Nice Girls Don't Get the Corner Office. Ik ben nog maar pagina 5. Dus ik kan er niks over zeggen. Lekker slapen. Ik ben gewoon wakker voordat de kinderen wakker zijn. Super relaxed. Die. Wat kan jij goed tafeldekken, liefie? Ik heb weer wat nieuws bedacht, jongens. We hebben hier een soort laadstation. Kan de trekker met de kar kan er achteruit oprijden en dan zo. Wat doet hij dan, Jelle? Kiepen! Vandaag is het woensdag, een werkdag. En vandaag komen dus de boeken. Of de boeken komen niet, ze worden opgehaald. Wat echt wel heel spannend is, want hierna is de volgende stap dat ze bij jullie zaten toch op de mat liggen. Oh, doodeng. Wel heel leuk. Dus we gaan vandaag de laatste boeken nog inpakken. Er zijn nog een paar bestellingen gisteren bijgekomen. We dachten, die doen we er gewoon nog eventjes bij. Verder heel veel doorwerken, een paar telefonische afspraken. Ja, het gewone werk een beetje. Het is aan de slag. Gaat ze hoor, met haar handschoenen aan. Wil? Aansnoeren die hap, huppakee. Dan moet hij eerst even vanaf. Oh. Zo. Ja. Deze moet nog helemaal gesield, of niet ook? Deze moet nog helemaal gesield worden, ja. Huppakee. Daar gaan ze hoor, jongens. Heel veel containers. Holy shit. Plakken, Arnie. Woehoe, zo. Plakken. Goedemorgen, wij gaan lekker ontbijten, want Jurre is gisteravond thuis gekomen. Dus gaan we gezellig met z'n allen even lekker ontbijten met croissantjes. Wil je er ook een, Gijs? Ja. Oké. Okay. Oh, zo'n lekker nummer dit, jongens. Even opruimen terwijl de kinderen weg zijn. Samen met Jurre. Vind ik helemaal geen straf. Alrighty, jongens. Eventjes dit varkentje wassen. De ontbijtrommel. En deze lege. Oh, kijk. Dit leuke meubel is gisteren gekomen. Maar jullie zien het niet goed, denk ik. Maar die pootjes staan scheef aan de onderkant. Ze staan wat naar binnen toe. Super balen. Dus ik heb net bij de weekkamp aan de klantenservice gevraagd hoe we wat. En nu krijg ik een nieuwe zaterdag. Maar ik ben dan dus echt zo'n mine die dan denkt, ja, ik heb geen zin om te ruilen, gedoe en ik wil er nu van genieten, laat maar. Maar gelukkig zegt Jurre dan altijd, nee, je hebt er zoveel geld voor betaald, je gaat zorgen dat je een goeie krijgt. Dus ik heb het gedaan en ben ik ook wel weer blij. En gelukkig halen ze het op, hoef je het niet zelf te versturen met de post en zo terug. Kijk wat er net bezorgd is, mijn nieuwe planten, zijn ze niet leuk? Ook hier in beeld staat weer even welke planten dit zijn, want dat weet ik wel. Zo. Gaat ie lekker, jongens? En dan die mandjes erbij. Ja, ik vind dit echt leuk. Maakt het hoekje gelijk een stuk gezelliger. Alleen die plant staat nu een beetje triest. Maar die zijn voor straks op de tafel. Gaan we weer lekker samen in de doos liggen. Jelle, waar ben je? Het is zo leuk hoeveel plezier kinderen kunnen hebben gewoon van alleen een doos. Dat is toch leuk. Wij gaan lekker eten. We eten geroosterde pompoen en aardappeltjes uit de oven en vegetarische balletjes. En de pompoen had ik gekruid met kurkuma en een heel klein beetje kaneel, peper en zout. Het is echt super lekker. Oh, mijn lens beslaat, zie ik. Bij mij een vriendinnetje op de thee. Lekker. Deze had ze echt niet meer moeten zetten. Dat kan echt niet. Ik heb natuurlijk ook even een boek meegenomen. Oh.
Bizar, hè? Ja. Je moet even, ik heb even iets in de voorkant gezet natuurlijk. Trouwens, met mooie Duplo werken daar op de achtergrond van haar zoontje. Achterkont. Leuk, hè? Ik heb eentje gesigneerd, jongen. Goedemorgen, het is vrijdag. En dat betekent dat het weer een werkdag is. Ik heb Jelle en Gijs net naar de crash gebracht. Het is nu kort over 8 en ik ben weer thuis. En ik ben alweer druk bezig met pakketjes inpakken. Hier ligt een stapel. En hier nog twee waarvan ik de adres nog even moet opschrijven. Want er is nog... Die mensen blijven druk bestellen. Superleuk natuurlijk. Dus pakketjes verzenden blijft gewoon nog lekker doorgaan. En we gaan net zo lang door tot de bestellingen stoppen. Maar zoals het nu lijkt, gaat het nog een tijdje door. Echt superleuk. Dat moet eigenlijk natuurlijk ook nog maar beginnen. Want de pre-order is eigenlijk pas afgelopen. En morgen gaat hij pas officieel in de verkoop. Dus dit is waarschijnlijk nog maar het begin. Zo gaaf. Er is wel één ding waar we echt ontzettend van balen. En dat is dat de tweede druk, die we dus afgelopen maandag binnen hebben gekregen, dat er een fout in is gemaakt. Het is een hele kleine. En waarschijnlijk zou het velen van jullie niet eens opvallen als we er iets over gezegd hadden. Maar in de colofon staat geen tweede druk, maar eerste druk. En dat is echt super zuur. Want we hebben zo hard gewerkt voor die tweede druk. En er zijn al heel veel van de tweede druk verkocht. En in al die boeken staat dus nog steeds de eerste druk. Echt super balen. We hebben er ook echt, zijn er echt kwaad over geworden bij de drukker. Maar ja, het is al gebeurd. En de boeken, we kunnen niet zeggen, joh, alle mensen van de tweede druk, jullie wachten maar even op het boek. En we wachten een paar weken op de goede versie. Dus ja, want weet je, zo erg fout is het niet. Vooral voor ons een beetje lullig. Dat, ja, het is gewoon zuur dat mis is gegaan. Omdat ze zo trots zijn op die tweede druk. Maar ja, het is natuurlijk niet een reden om dan de boeken vervolgens niet uit te sturen. Maar daar balen we wel van. Maar desalniettemin is ons tweede drukje natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dit foutje. Ik vind die sticker achterop zo leuk. Trouwens, dit postbusadres, mocht je ons ooit eens post willen sturen. We hebben vanaf sinds een tijdje eigenlijk een postbus. Dus daar kun je onze post naartoe sturen als je dat zou willen. We krijgen wel eens vragen. Dus bij deze, sla hem op. Daar mag naartoe. Hi James. Hi, ik ben vandaag lekker aan het werk. Met mijn hoed op. Nou, we zien er wel weer om door een ringetje te halen uit. Want we gaan foto's shooten vanmiddag. Leuk. Even snel, omdat we een paar foto's hebben voor ons boek, zeg maar. Ja. Dat is wel leuk. En nog een paar foto's samen. Dat hebben we eigenlijk te lang geleden dat we echt samen even dit gedaan hebben. Ja, echt lang geleden. Ja, dus dat gaan we doen. En ondertussen hebben we een meeting met onze Sylvana, onze illustrator. Die komt er elk moment aan. Ja, voor de theekopjes. Want we zijn dus aan het brainstormen. Ja, we vinden het best wel lastig. Dus we horen ook graag jullie mening. Want ja. Wat soort theekopjes zou jij dan kopen? Zeg maar, wil je dan echt dat het echt super leuk eruit ziet met een bepaald patroontje? Zou je het leuk vinden als onze illustraties erop staan? Als poppetjes. Zeg maar, als poppetjes. Zeg maar, dat is ja, een beetje meer merchandise-achtig. Dat weten we zelf niet zo goed. Nee. Zelf denken we, ja, zou iemand het kopen als onze twee poppetjes erop zouden? Ja, zeker ook onze doelgroep. Ja, zeg maar, 25 dat plus. Of is het dan leuker, zeg maar, als onze poppetjes nog aan de binnenkant van theekopjes staan, dat je zeg maar nog ziet dat het van Wil en Tien is, weet je wel? Dus ja, we zitten heel quote dan toch nog, dus we weten het nog niet. Ja, laten we liever een kopje met een quote, een leuk patroontje, ja. Of wat stel je voor? We hebben in ieder geval een hele leuke vorm gevonden, die we zelf heel leuk vinden. En inderdaad, die, volgens mij waar 400 milliliter in past, dacht ik. Ja, 425 of ja, zo. Ja, de halve liter. We hebben echt zo'n lekkere grote gezellige kop. Hij ziet er eigenlijk al heel gezellig uit. Dus... Daar is Sil. Oh, jongens, daar is Sil. Ja. Doei! Oeh, shooten! Je haar, Annie! We zitten eventjes bij Bakkerij Blanche. Dat is een heel leuk zaakje hier in Groningen. En we hebben een broodje besteld, even lunchen. En dan snel weer door. We moeten onder andere naar de post om boeken te posten. Foto's nog maken. Ja, dat is het. Oh, ik ben helemaal niet scherp, sorry. En toen waren we weer thuis. Het is inmiddels 16:30. Gaat nu net naar huis. We hebben nog mailtjes gedaan, wat plannen uitgewerkt. Voor het boek nog wat laatste dingetjes gedaan. Dus het was een productieve dag, wou ik zeggen. En zo meteen ga ik denk ik even wat avondeten voorbereiden en dan de jongens alweer ophalen. Ja, de dag vliegt voorbij, joh. Ik luister ondertussen het nieuwe album van Tesco. Vandaag is uitgekomen, Porselein. En ik vind het echt rete goed. Het is echt zoiets anders dan alle top 40 hits die je normaal op dit moment hoort. En er zitten zulke prachtige teksten in. Echt, Tesco, je hebt het zo goed gedaan. Ik ben echt zo trots op je. Echt heel gaaf. Ik ben fan. Alright, tijd om de jongens op te halen. Oh, ik heb er echt zo'n hekel aan dat het weer zo donker wordt, 's avonds. Godverdamme. Jure is gelukkig ook vroeg thuis van zijn klus, dus zijn we gezellig samen. Mijn liefjes zijn weer thuis. Hoi Jelle. Hoi. Hey.
Hoi Gijsje. Oh jongens, we hebben gewoon een soort Sinterklaasavond bij de buren. Heerlijk dit. Oh. Avond, maar dan zonder cadeautjes en met chocolademelk en speculaas en pepernoten. Dat zijn de beste Sinterklaasavonden. Je weet dat het 2 november is. Het duurt nog een maand hè. Zaterdagochtend. En deze ochtend is echt super relaxed eigenlijk. We hebben lekker wat opgeruimd in huis, rustig aangedaan, gespeeld. Boodschapjes zijn binnengekomen, dus die heb ik opgeruimd. Echt een prima ochtendje. En vandaag, ik ben echt zenuwachtig jongens, ik heb echt zenuw in mijn buik. Komen de boeken bij de mensen aan. Daaah, echt eng. Mijn verloskundige appte net al of ze er wat over mocht zeggen online. Dat is een heel lief berichtje. En oh ja, check. Nou, of weet je, die boeken ik hou erover op, want jullie weten het inmiddels wel. Maar check mijn leuke trui. Man, Bas staat erop. Hij is van Kim van Albo. Jullie kennen Kim vast allemaal wel. Die schat die heeft gewoon haar eigen webshop met kleding. Echt, sinds wij die boeken allemaal zelf verzonden hebben, heb ik zoveel respect voor webshops. En dus ook voor Kim, want ik weet dat zij ook zoveel bestellingen per week afhandelt. Maar ik ben er echt super blij mee. Ben ik eindelijk lid van de Man Boss Squad. Nu wil ik eigenlijk ook truien voor de jongens met mini bos erop. Dat is toch leuk? Ik zie Jella al helemaal dragen. Maar mijn plantjes gaat het trouwens hartstikke goed. Ze leven nog. Voor hoe lang is de vraag, maar dat gaan we zien. Lunchtijd en we eten... pannenkoeken! Oh, dit is zo bijzonder jongens. Er stromen zoveel leuke comments binnen over ons boek. Hij is nu bij de meeste mensen volgens mij wel op de mat beland. En dat is zo leuk. Echt heel gaaf. Al die lieve reacties. Dank jullie wel. Wij zijn lekker buiten aan het spelen. Alleen ik had de zandblok een beetje dicht moeten doen. Maar volgens mij vermaken jullie hier ook wel prima mee, hè jongens? Ik maak quesadillas. Echt super lekker. Het is altijd wel eventjes een werkje. Maar het is het zo waard. Goedemorgen, gedoucht en wel. De zondagmorgen beginnen. Helemaal goed. En dan ook nog met een restje van gisteravond. Ik kan echt de hele dag door warm eten. Dus vandaar dat ik dit nu als restje opeet. En ik bedenk me net dat ik gisteren heel weinig nog meer gevlogd heb. Maar 's middags ben ik op kraambezoek geweest bij Martine's zus. Die was bij Martine op bezoek voor Mike's verjaardag natuurlijk. Dus ben ik nog even geweest spieken. S'avonds nog gezellig met de buren even wat gedronken. En een flink stuk gewandeld. Dat was het. Maar ja, daar hebben jullie nu niks meer zoveel, niet meer zoveel aan. Want ik heb de beelden niet meer. Maar dat weet je toch even wat ik heb gedaan. Ik ben lekker aan het schoonmaken en aan het opruimen. Oeh, wat ziek bleekjes. Oh, dat zit echt helemaal niet zo. Toch even een lipstickje op zometeen. Maar jongens. Problems in paradise. Trouble in paradise eigenlijk. Mijn plia krijgt nu al bruine vlekken. Wat is dit jongens? De plia schijnt echt de meest makkelijke plant te zijn ever. En hij krijgt nu al bij mij bruine vlekken. What to do? Help. Nee. Serieus, ik heb deze nog maar 1,5 week. Deze doen het tot nu toe goed. Maar ja, dat wil niet veel zeggen, want deze heb ik nog maar een paar dagen. Oké. Gisteren is wel het nieuwe meubel gekomen van de Weekamp. Pootjes staan weer scheef, maar wel minder scheef dan die andere. Je ziet het nu iets minder. Ik weet niet of jullie het zien. Nee, jullie zien het echt bijna niet volgens mij. Van wat ik hier op het kleine schermpje zie. Maar die poot staat weer een beetje scheef. Maar goed, blijkbaar staan ze dus allemaal scheef. En deze staat wel een stuk minder scheef. Dus ik laat het hierbij. Maar nu ga ik hem nog even inrichten. Want boeken denk ik dat wel leuk zijn. Dit boek had ik gekregen van Gertrude. Een heel leuk boek geschreven over planten. Of nou ja, eigenlijk niet alleen maar geschreven. Heel ook leuk geïllustreerd, gefotografeerd en met alle opdrachten erin. In de hoop dat mijn plia gaat redden. dus ik ga hier nog even leuke dingetjes opzetten. Zometeen komt een vriend van ons op bezoek. En ik ga voor zijn vrouw, mijn vriendinnetje Irene, even een stukje in een boek schrijven. Want die geef ik haar cadeau. Ze heeft hem namelijk ook proef gelezen voor ons. Dus vandaar dat zij hem van mij krijgt. Op naar het verjaardagsfeestje van mijn kleine vriendje. Zo leuk dat het nu zover is. Zullen we naar Mike jellen? Ja. Ja. Oh, dat is leuk. Een cadeautje, Mike. Ja. Jorik pakt uit en Jelle en Mike die kijken ernaar. Oei. En toen was ik weer thuis. Het was super gezellig op Mike's verjaardag. En daarna nog met de buren samen gegeten. En nu ben ik kapot. Wat een week. Hoi.
Heel erg bedankt voor jullie allemaal voor alle lieve berichtjes die we afgelopen weekend hebben ontvangen over het boek. Echt, dat betekent super veel voor ons. Zo ontzettend lief en bijzonder. En ja, gewoon echt geweldig. Dus dank jullie wel. Voor de 100ste keer, maar wel oprecht gemeend. En dan ga ik nu zo meteen lekker een serietje kijken en dan naar bed. En dan morgen met team weer lekker gezellig werken. Maar dat ga je allemaal zien in haar weekvlog. Tot over 2 weekjes. Doei!